Het is weer bijna een jaar terug dat we elkaar hebben ontmoet bij Broods. Toen was je van plan met het starten van je eigen zaak. We zijn nu een jaar verder. Wat is er in dit jaar gebeurd? Ik heb een aantal kobolds van Franke Emica gekocht. Daarmee zijn we verschillende haalbaarheidsonderzoeken doen bij MKB-bedrijven in de Achterhoek. Mm-hmm. En in de samenwerking met studenten van het Graafschap College. Kobolds begint een beetje een hype te worden. Je hebt nu zeg maar de industriële fase met de robots hebben we gehad en we gaan nu richting de cobotfase. Mm-hmm. Cobots zijn veilige robots omdat ze een stuk gevoeliger zijn. Dus je hoeft maar een heel klein stukje, een klein stuk gevoel te hebben en dan, daarmee stopt hij al. Werknemers die normaal echt productie draaien op de werkvloer, mm-hmm. zullen ook dadelijk in plaats van een draaibank, freesbank of andere machines gaan bedienen, ook een cobot moeten gaan bedienen. Door verschillende apps met functionaliteiten achter elkaar te zetten, creëer je het programma van de robot. Die apps zijn in te stellen zoals je gewend bent, ook als op je mobiele telefoon. Als je hem eenmaal geprogrammeerd hebt, kun je heel simpel maandags klus A doen en dinsdags klus B. Okay. Zoals montagewerkzaamheden, het testen van gefabriceerde producten. Dat zijn de taken die je heel typisch een cobot kunt laten doen. Wil je sneller gaan produceren, dan moet je echt gaan denken aan een robot. Een cobot kost ongeveer een jaarsalaris van een gemiddelde productiemedewerker. En je ziet typisch dat zo'n cobot zich binnen een jaar terugverdient. Cobots zullen hun eigen producten gaan herkennen en aan daarvan weten ze welke productie ze moeten uitvoeren. Wat ik verwacht is dat er enkele cobot managers zijn die dan het hele automatiseringsproces zullen beheren met behulp van cobots. Op dit moment zijn we bezig hard en software verder te ontwikkelen, zodat wij deze cobots ook echt in kunnen gaan zetten als uitzendkrachten.